zonnedauw is een plantje dat ook in Nederland in 3 soorten groeit. Het straalt ons met vurige rode kleuren tegemoet. Het is heel apart omdat het een carnivoor is en dus in zijn voeding voorziet van vlees, zoals insecten. De bladeren van de plant zijn voorzien van tentakels, waar een zeer kleverige massa op zit. Insecten die door de zoete geur hiervan worden aangetrokken, kleven hierop vast en worden dan opgelost. Bij hele kleine insecten rolt het blad zich hierbij om het insect heen. Grotere insecten, zoals deze goudoogdaas, worden zo vastgehouden. Ook vlinders vechten voor hun leven. Vaak zitten zij zelfs op 3 punten vastgeplakt. En een vlinder, zoals dit landkaartje, een mooie dagvlinder, hier in de donkere zomeruitvoering, zit op 1 vleugel vast. Maar ook libellenjuffers zijn soms het slachtoffer van deze carnivore plant. Deze juffer zit vooral ook op de vleugels vast. Die zijn dan ook al onherstelbaar beschadigd. Indien deze juffer zich toch weer los zou kunnen trekken, dan kan zij onmogelijk vliegen met deze kapotte vleugels. En na enkele dagen zijn alleen de onverteerbare vleugels over. De echte libellen zijn meestal te sterk voor de zonnedauw. Incidenteel verliezen ook zij echter de strijd, zoals deze steenrode heidelibel. Deze zit vooral op de poten vastgeplakt. Hieraan is te zien hoe groot de kleefkracht van de tentakels is. De toch sterke libel zit nog stevig vast. Na een paar dagen is ook dit vrij grote lichaam nog niet geheel verteerd. De nog gesloten tentakels van de plant zitten echter nog stevig om de vleugels geklemd. Zonnedauw is dan ook een unieke, wonderlijke plant.